Hallo iedereen en welkom bij alweer een nieuwe review van Randy's Bierblog. En dit keer alweer een alcoholvrij bier. Dit keer gaan we voor de alcoholvrije Brugse zot, genaamd Sportzot. Nou ja, alcoholvrij 0,4%. Dat is eigenlijk niet alcoholvrij, hè jongens. Dat mag eigenlijk niet, hè. Nou ja, je zal er niet dronken van worden. De Sportzot, alcoholvrij. Maar dan met 0,4%, dat wel. Nou, de meest voor de hand liggende grap is natuurlijk, van dit bier zou je niet snel zot worden. Hij is eigenlijk geen eens grappig, maar ik moest hem gewoon even maken, want het is zo makkelijk een grap om te maken. Ja, het was een inkoppertje, maar was het niet heel erg grappig. En dan gaan we telefoon weer. Dank jullie wel jongens. Ja, fijne telefoon. Binnenkort heb ik gelukkig een andere telefoon, die hopelijk ook beter blijft staan met betere kwaliteit. Maar dat gaan we dan weer zien. We gaan hem openen. We gaan hem reviewen. En ik hoop dat ik ervan ga genieten, want ik heb wat dorst. Nou, het ziet er in ieder geval wel mooi uit in het glas. Mooie oranje-gele kleur. Netjes twee vingers schuin. En de aroma's zijn... klein zuurtje, een beetje limoen wat ik erin ruik, misschien een beetje banaan, tarwe ruik ik. Ja, op zich een aangenaam aroma, ik ben benieuwd. Cheers! De smaak komt ook vooral zuurig binnen. Bijna geen bitter, een hele kleine bitter. Limoen wat ik rook in de aroma's. Komt niet heel erg door in de smaak. Ik proef wel een zuurtje, maar ik kan nog niet echt plaatsen wat voor zuurtje. Tarwe. Ja, ik weet niet of de tarwe, ja. Ik proef in ieder geval tarwe. Moutig. Ja, neigt misschien meer richting de citroen in plaats van de limoen, in de smaak althans. Het bittertje komt iets meer door, maar het zuurige overheerst. Een beetje zoetig in de afdronk. Het mag zeker zijn, de gewone Brugse zot vind ik een heel stuk beter dan dit. Dit is dorstlessend, maar nee, het is niet echt om naar huis te schrijven dit. En ik zit gewoon thuis, dus ja, daar schiet je ook weinig mee op om dan naar huis te schrijven natuurlijk. Tja. Maar goed, ja, ik heb eindelijk alweer verteld wat ik erover wil vertellen. Er valt niks anders over te vertellen over dit bier. Helaas. We gaan door naar het eindcijfer. Ik geef deze Brugse zot een... 3 op een schaal van 10. En dat is nog royaal, want ik dacht in mijn hoofd misschien een 2,5, maar ik heb hem iets omhoog gezet. Ik geef hem een voordeel van de twijfel. Een 3 op een schaal van 10. Ik vind hem niet geweldig. Ik ga hem ook niet opnieuw kopen. Ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden, dus laat me zeker even weten. Misschien vinden jullie hem beter, of hebben jullie dezelfde smaak, of vinden jullie hem nog slechter. Alles is mogelijk natuurlijk. Ik drink er wel gewoon op. Ik ben niet van het bier weggooien. Daar hou ik niet van. Zelfs als ik ze minder vind, dan drink ik ze gewoon nog op. Maar nee, het is de laatste keer geweest dat ik deze aanschaf. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe review van Randy's Bierblog. Waarschijnlijk weer een review met alcohol erin. Geen idee. Kan ook een 0,0 zijn. Maar net waar ik zin in heb. Maar ik hoop in ieder geval, of die dan 0,0 is of met alcohol, dat het in ieder geval beter scoort dan dit. Want... als ik dit soort bieren te vaak heb, dan kap ik gewoon met het bier nog. Dan is het niet leuk meer. Maar gelukkig komt het niet vaak voor. Tot de volgende keer, jongens, meisjes. En als je een leuke review vond, abonneer eventjes. En als je wilt, geef even een like. Ook altijd leuk. Tot de volgende keer. Cheers.